De presidentiële delegatie die het afgelopen weekend in Guyana was, is negatief getest op het COVID-virus. Enkele dagen na aankomst in Suriname bleek dat de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, met wie de Surinaamse delegatie in contact is gekomen, positief is getest op het virus. In dat kader is president Chandrika Prasad Santokhi samen met de overige leden van de delegatie getest op COVID-19. De president zegt dat dit een leermoment moet zijn en wijst de samenleving erop altijd de COVID-maatregelen in acht te nemen. Inmiddels zijn 2653 personen in Suriname positief getest op het virus, van wie 825 actieve gevallen zijn. Van dit aantal is 692 in isolatie, terwijl 118 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. 15 personen worden op de ICU verpleegd. President Santokhi spreekt een woord van bemoediging en medeleven uit naar allen en hun dierbaren die getroffen zijn door dit virus. Hij wenst hen een spoedig herstel toe en spreekt een woord van dank uit naar een ieder in de zorgverlening met betrekking tot de COVID-19-pandemie.